1 oktober 2015. Bert-Jan Dokter, raadslid namens de Partij van de Arbeid in Oldebroek. In Wezep ligt een vraag voor. Wel of geen asielzoekerscentrum op de Heidehoek in Wezep? Die vraag hoef ik u verder niet uit te leggen voor degenen die het nieuws hebben bijgehouden of op de informatiebijeenkomsten zijn geweest, die weten voldoende. Er zijn heel veel vragen. Een asielzoekerscentrum in een wijk in Wezep, 600 mensen, wat nu het voorstel is om te onderzoeken. Kunnen we dat aan? Veel mensen zeggen ook, willen we dat? En dat is een vraagstuk wat sowieso verschillende uitgangspunten heeft. Persoonlijk sta ik er zo in. We moeten op de wereld elkaar willen helpen. We moeten kijken of we dat kunnen doen. Want ook het hart hoort erbij, maar ook het verstand. En dat is een vraagstuk wat voor ligt. Maar de informatiebijeenkomsten hebben best wel veel sferen laten zien waar ook ik van geschrokken ben. Sferen die dorpelingen gewoon tegenover elkaar zetten. Er zijn er voor, er zijn er tegen, er zijn er mensen die ertussenin vol vragen zitten. Maar goed, we moeten wel bij elkaar blijven staan. Maar als de sfeer dan zo oploopt dat het te spannend wordt voor een dorp, dan hebben we ineens een heel ander vraagstuk te pakken. Ik denk dat we daar open in moeten blijven staan, elkaar moeten kunnen aanspreken. En ik als raadslid spreek misschien een beetje voor mijn beurt, maar ook ik wil van me laten horen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nog niet met de gemeenteraad gesproken. Maar ik kan me voorstellen dat ook u denkt, een volksvertegenwoordiger mag zich ook wel een keer uitspreken. Ik steun BMW in de zoektocht. Dus de harthouding die zij hebben om te kijken of we kunnen helpen, dat ben ik het helemaal mee eens. Dat we nu antwoorden moeten vinden op alle praktische vragen die er liggen voor de direct omwonenden, maar ook voor het dorp, doe ik zeker mee eens, want we moeten het ook met het verstand doen. Maar dat we elkaar gaan bevechten op het ja en een nee zonder argumenten, dat is voor mij ook ontzettend lastig. Die krijg ik namelijk ook niet weg. Daar heb ik geen antwoorden op. Ik heb geen antwoorden op eigen mensen eerst. Dat soort one-liners. Ik wil graag de inhoud in. Ik wil het zuiver houden. En als er een moment komt dat wij als gemeenteraad een besluit nemen, dan wil ik er ook zo in staan als volksvertegenwoordiger. Dat ik mijn standpunt kan uitleggen. Dat ik mijn ja of een nee kan uitleggen. Dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Vandaag, morgen en overmorgen. Op dit moment is er in ieder geval een sfeer in Wezep die ik ook nog niet begrijp en nog niet kan vatten. Dat maakt de zaak moeilijker en dat bepaalt ook veel van de zaak. Hebben we de draagkracht? Hebben we het draagvlak? Dat zijn allemaal van die mooie woorden. Maar kan ik daar inhoud aan geven? Kan ik daar betekenis aan geven? Op dit moment lukt me dat gewoon nog niet. Dus dat wil ik wel graag afwachten, maar graag in een respectvolle discussie als ik dat in iedereen mag vragen. En u kunt me daarbij helpen met uw vragen of uw opmerkingen, uw feedback. Die zijn zeer welkom. Want ook ik heb zeker de wijsheid niet in pacht. Maar laten we het als Wezep in ieder geval wel samen doen. En met wederzijds respect.